Mijn naam is Jesse Weltevreden. Ik ben lector online ondernemen op de Hogeschool van Amsterdam. De drukteproblematiek in het centrum van Amsterdam is vergelijkbaar met de problematiek in andere Europese steden, bijvoorbeeld Barcelona en Berlijn, en minder vergelijkbaar met andere Nederlandse steden. Door de grote toestroom van toeristen in Amsterdam zie je daar veel meer horeca, souvenirswinkels en fashion. En leegstand ken je eigenlijk niet in het centrum van Amsterdam. Online winkelen heeft ook zeker zijn weerslag. In andere steden in Nederland leidt dat tot leegstand, echt gaten in de binnenstad, maar in Amsterdam niet. Dus elke winkel die bijvoorbeeld door het golf van online verdwijnt, wordt weer opgevuld door een winkel die zich primair op de toeristen richt. Mijn naam is Isabel Blackstone en ik ben voorzitter van Wij Amsterdam. Dat is een federatie van samenwerkende buurtorganisaties. Wat betreft de horeca en de detailhandel is er een monocultuur aan het ontstaan. En het probleem daarbij is, als wij dat als bewoners ervaren, dat het de economische infrastructuur voor ons uitholt en anderzijds het voorzieningenniveau. Ik ben Emilie Sobels, ik woon en werk in het centrum van Amsterdam. Daar heb ik twee kantoorpanden, beide bij vrij drukke straten in de stad. Ik ben heel tevreden over het winkel- en horecaaanbod in Amsterdam. Er zijn enorm veel nieuwe horecagelegenheden die hun deuren openen. En er komen ook steeds meer kleine winkeltjes en dat vind ik eigenlijk veel leuker dan de grote ketens die je op de Kalverstraten hebt. We hebben het ongeveer over 17 miljoen bezoekers per jaar. Ik ben Frans van der Avert en ik ben directeur van Amsterdam Marketing. Ongeveer de helft van de bezoekers aan Amsterdam zijn Nederlandse dagbezoekers. Dat zijn internationale bezoekers. Als je dan nog verder kijkt naar die bezoekers, dan zie je dat 47% van de bezoekers aan Amsterdam hier voor de eerste keer is. Wij als Amsterdam Marketing kunnen onze middelen, onze communicatiemiddelen inzetten om bezoekers eigenlijk wat evenwichtiger over de stad te spreiden. En daarom hebben we bijvoorbeeld een buurtencampagne gestart om te laten zien aan Nederlandse en internationale bezoekers. Amsterdam is groter. Je hebt de Plantage, je hebt het Oosterpark, je hebt Noord. Voor de buitenlandse bezoekers maken we de stad nog veel groter. En dan hebben we het over het strand, Amsterdam Beach. We hebben het over het Muiderslot, Amsterdam Castle. Dus zo proberen we de bezoekers wat over de stad te spreiden. Het beleid wordt bepaald door de gemeente, samen met de eigenaren en de ondernemers. En het is heel belangrijk dat de bewoners daarin worden gehoord. En we willen ook onszelf inderdaad aan tafel uitnodigen. Er zijn natuurlijk meer afnemers, niet alleen bewoners, maar bezoekers. Maar laat er alsjeblieft geen monocultuur in de stad ontstaan. Ik ben Hubert Selmeijer, ik ben generatie uit een vastgoedfamilie. Ik doe nu iets minder daarin, maar nog steeds wel betrokken bij vastgoed. Voor mij is het belangrijk dat de huurprijs dusdanig is dat het rendement goed is in relatie tot de inkoop. Maar wel ook voor de huurder aantrekkelijk om gewoon continuïteit te genereren. Dus het hoeft niet onderste uit de kant, zeg maar. Beide partijen moeten blij zijn. Dus bij een hoge inkoop, wat nu speelt, de prijzen zijn heel erg hoog. Hier in de binnenstad vooral ook. En ja, dan ga je natuurlijk wel kijken als vastgoedeigenaar van wat voor rendement wil ik hebben. En daar hoort een bepaalde huur bij. En zo simpel is het. Zeker de gemeente speelt een hele belangrijke rol. Want de bestemming is natuurlijk heel belangrijk hier. Daar kan de gemeente zeker in meewerken, ja. Ik ben Roeland Rengelik. Ik ben lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum. En daar ben ik portefeuillehouder economie. Het lastige voor ons is dat veel van de problemen die we zien zich afspelen op het grensvlak van winkel en horeca. En daar wordt het voor onze regelgeving, ook voor onze handhaving, ingewikkeld. We maken ons zorgen op wat er op de kop van de Hamerstraat en Hamerdijk aan het gebeuren is. We zien de 9 straatjes, die monofunctionaliteit, eigenlijk overal in de binnenstad waar heel veel mensen samenkomen en vooral heel erg veel toeristen komen, zien we die enorme druk om toch vooral die bezoeker te bedienen en minder die bewoner. En wij als stad hebben een breder belang om te zorgen dat Amsterdam ook voor die bewoners en voor al die andere mensen die naar die stad komen aantrekkelijk blijft. Nou, dat kun je alleen maar samen oplossen. Wij als overheid kunnen regels maken en misschien hier en daar iets minder subsidie. Maar het is voor ons heel erg belangrijk dat juist die ondernemers en die vastgoedeigenaars dat gezamenlijk belang zien van de aanpak van het behoud van die aantrekkelijkheid van die stad. Dick Eberhard, ondernemer uit de Damstraat, voorzitter van BIS van Dam tot Stopera. Ik ben nogal extreem, mag voor mij een stolp over Amsterdam heen, status aparte en een heel verfijnd vergunningsstelsel dat branchering op maat mogelijk maakt.
Dat is denk ik de enige oplossing. Want zomaar de gemeente te laten besluiten welke winkel er wel of niet gevestigd mag worden in een gebied, dat lijkt me nog best een lastig verhaal, politiek gezien. Sjaap Commandeur, voorzitter van de BIS Spuibuurt, ondernemersvereniging in de Spuistraat en omgeving. We proberen door middel van street branding te onderzoeken wat de kracht van de Spuibuurt is, welke ondernemingen we nodig hebben om die kracht te behouden. We proberen te kijken welke shops, welke ondernemingen komen leeg en hoe kunnen we op de beste manier daar invulling aan geven, zodat die diversiteit behouden blijft voor de buurt. Als ondernemersvereniging hebben wij niet heel veel middelen. Wij moeten natuurlijk ook voor onze ondernemers er zijn en er staan. Maar wij, overal waar er gesproken wordt over diversiteit, zullen wij aanwezig zijn. Onze straatmanager is er altijd mee bezig. Ik ben vanuit verschillende bestuurlijke functies ben ik daarmee bezig. En het hele bestuur is daarmee bezig. En we proberen ook ondernemers te motiveren om zo divers mogelijk zich te gedragen in deze straat. En niet allemaal elkaar te kopiëren. Ik ben Malek, ik ben de algemene bedrijfsleider voor de Ice Bakery en de Bakery Café. En daar hebben wij 11 zaken in de binnenstad. We hebben twee concepten, de Bakery Café concept en we hebben de Ice Bakery concept. En dat is met ijs en ook zoet, wafels, crepe, muffins, brownies. En we hebben ongeveer rond 120 en 130 mensen bij ons in dienst. Al onze leveranciers die bevinden zich ook in Amsterdam. Dus heel veel alle producten die wij eigenlijk maken en inkopen, die komen allemaal uit Amsterdamse leveranciers. Specifiek in dit straat is heel veel aanbod voor kledingwinkels. Als er te veel kledingwinkels zijn, dan is het heel saai in het straat. Dan lopen er minder mensen. Maar als je in het straat meerdere plaatjes hebt en meerdere concepten en leuke ideeën, dan is het heel interessant voor toeristen om te gaan lopen. En ik bedoel, er zijn bij sommige plekken en sommige straten zie ik 10, 15 souvenirwinkels naast elkaar. Dan denk ik bij mezelf, dat is niet leuk voor toeristen en ook niet voor de winkeliers zelf interessant. De bewoners kunnen bijdragen aan de detailhandel door het bestedingspatroon waarvan al bekend is dat we het hebben. En dat komt neer op jaarbasis ongeveer 4000 euro per inwoner van de stad Amsterdam. En dat geven we het liefst uit gewoon aan onze bekende, vertrouwde buurtondernemers. En de andere manieren waarop we kunnen bijdragen is door onze stem uit te dragen. Dat doen we onder andere via dit platform. Ik ben met mijn compagnon waar we in de gelegenheid om object te kopen. Toen speelde net dat de huurder die daarin zat weggesaneerd werd vanwege het feit dat het een coffeeshop was. Wij zijn met de gemeente in gesprek gegaan. En toen hebben zij een lijstje laten zien van huurders die zij graag in dit gebied zouden willen zien. Nou, die hebben we allemaal benaderd en mee gesproken. En daar hebben we er eentje uitgepikt en die zit er. Die is in gesprek gegaan met de toen zittende huurder. En die zijn eruit gekomen. En wij hebben een mooi contract gemaakt. En iedereen blij. En dat is iets wat ik nog wel meer zou willen doen. Ja, we hopen natuurlijk dat de Spuibuurt er over 10 jaar nog net zo divers uitziet als hij er nu uitziet. Met heel veel unieke winkeltjes en zonder al te veel toeristenshops.